mensen, ook weer een nieuwe video. Hupke Floris, vooral voor die tweede zijn likes. Ben je geabonneerd op wanneer ik zit op mijn account en wij staan 6703. En wij willen dit seizoen, of nou dit seizoen, deze video wil ik de 10k bereiken op Clash of Clans. Of Clash of Clans, Clash Royale en de 10k bedoel ik top 10k van de wereld natuurlijk. En dat is op dit moment, laten wij even checken, ja, rond de 48 misschien ook, 48 ook wel. 44 net aan, dus we moeten 76, 44, nou het zijn gewoon twee potjes. Kan je links, kan je rechtsom, zijn gewoon twee potjes. Natuurlijk het logbeetje. Natuurlijk die concentratie. Twee potjes moeten wij winnen voor top 10k. Mochten we het eerste potje verliezen, maakt niet heel veel uit, dan moeten we er drie winnen. Dat kan ook nog in één video. Dus we gaan het even kijken. Niet te veel druk zetten. Niet te veel druk. Gewoon rustig. Gewoon Goblin Barrel. Gewoon Sparky. Oké, we weten allemaal heel goed hoe het gaat tegen Sparky. Zolang wij niet overrompeld worden, is het allemaal prima. We hebben nu minder elixir natuurlijk. 6 op 6 en wij gooien de elixir. Dus we hebben 3 elixir minder. Dus als wij op 7 klappen, zitten we op 10 nu. En hij dropt de witch in de back. Oké. Okay. De enige reden dat ik kan verliezen tegen dit dekje is als we overrompeld worden. Alleen die witch verbaast me wel een beetje. En dan twijfel ik nu wel eventjes wat voor soort het is. Dus doe nog even de Mighty Miner erbij. Dan log ik dit eventjes. Ja. Dan doen we eventjes dit en de bom. Ja. En dan laten we die connecten, die e-barb. Waarom connect die e-barb? Waarom connect? Soms snap ik het leven niet op dit moment. Waarom connect die e-barb? Oké, okay, nou gelukkig pakken we wat damage terug. Gelukkig pakken we wat damage terug. En hij zept ook nog eens. Oké, okay, dat is chill. Waarom connecten die e-barb? Dat is altijd het gevaar. Ik weet het ook gewoon. Altijd als ik Sparky zie, weet ik gewoon oké. Okay. Het is een makkelijke matchup. Vaak heeft hij zap. Maar we mogen niet achterkomen in elixir. Of in ieder geval niet te veel elixir achterkomen. Want dan worden we overrompeld. En dat zag je dus net ook weer. Ik ga dit even loggen zodat we er doorheen komen met die Dart Goblin. Ja, nou. Oh, oké. Okay. Dat die bijna neer is echt een wonder. Even kijken hoe we dit gaan doen. Hoppatee. Hoppatee. Ja, Kingtor activeren? Nee, geen Kingtor activeren. Klein beetje damage. Met die log hadden we bijna die witch. Als die witch dood was, hadden we daar het goed gedaan. Oké, okay, we gooien nu Barrel. Nu denk ik dat die Sparky in de back doet dit negeert. En dan kunnen wij nu niet rocketen. 1 elixir. 3 elixir. 3 voor 3 en wij pakken damage. 3 voor 3 en wij pakken damage. En zijn zap uit cycle. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed. En we zetten nu druk. Doen wij de Mighty Miner in de back. Dropt hij witch. Droppen wij de Dark Goblin in de back. Goblin Barrel hier. En een ijsbeer. Nee, geen ijsbeer op die witch. Allemaal naar midden lokken. Allemaal naar buiten lokken. En oké, wacht. Wow, wow, even chill, even chill. We hebben die rechte toren. Oké. Okay. Ik denk dat we het laten gaan en gewoon nu... ja, oké, okay, top. Even oppassen dat hij niet overrompeld wordt. Hij heeft net gezapt volgens mij. Oké, okay, nice. Rocket nog genoeg. Oké, okay, top. Eerste potje binnen. Eerste potje binnen. Het werd even eng, maar ik heb gelukkig daar de goede keuze gemaakt door hem te laten pakken. Met toren te laten pakken en gewoon de druk te zetten via de andere kant. En dat was heel goed. Als ik had geprobeerd te verdedigen, hadden we het misschien wel verloren. Maar deze guy heeft een PR'tje van 7700. En live in de video geven we hem klappies. Staan we op 6734. Brengt ons dat op een positie 105 van Nederland. En rammen we gewoon lekker door. Rammen we gewoon lekker door. Kom op, boys. Wow, oké. Okay. Dat zijn mooie badges. Dat zijn mooie badges. Als we dit potje winnen, staan we top 10.000 van de wereld. En het is hok 2.6. Ah, wow, oké. Okay. Nou, twee hitjes, dat is niet helemaal de bedoeling. Het is hok 2.6, denk ik. Nee. Oké. Okay. Firecracker dan. Ja, het is met de Firecracker en Earthcake. Oké, okay, we zijn rip. We zijn rip. Dit is zo'n moeilijke matchup, denk ik. Firecracker kunnen we niet makkelijk bijkomen.
Hog Rider Earthquake is sowieso al vervelend. En we beginnen met een 1000 damage achterstand. Er zal nu wel skellies gooien. Dus we gaan even kijken of we kunnen preloggen. Dat dan wel weer lekker. Ja, dat is dan wel een hele goede prelog. En we staan gelijk. Dat was wel een lekkere prelog. Dat was wel een goede prelog. Is het dan Valkyrie Firecracker? Ik neem aan van wel. Nee. Het is... Oké. Maar dat maakt het ook wel weer een stukje makkelijker. Dat het geen Firecracker is, maar Musketeer. Oké, jongens. Heeft geen nog een cycle. Maar één kaart zei ik nu wel. Nu dik. Maar we pakken wel Chippy. Nee. Slim dat ik dat niet deed. Oké. Dus ik het hier laten hitten. Heeft Skellies niet een cycle. Oké, nu komt zijn tank. Of gaat Tesla. Oké, gaat Tesla doen. Oké. Yes. Hier het hoekje. Wat heeft hij, jongens? Heeft hij Valkyrie? Cyclen wel zijn barrel eruit. Het geeft ons een lekkere damage. Oké. Wat heeft hij als tank? Waar is zijn Ice Golem, zijn Valkyrie? Is het misschien een Mega Knight? En is het gewoon heel raar allemaal wat hij aan het doen is? Guard komt een hit. Maar Hog Rider ook. Oeh, dat komt niet. Dit is zo close. Oké, nou, dat is een nieuwe damage. Oké. Nee, je pakt een hitje. Ah, ik had misschien moeten rocket cyclen. Misschien had ik het moeten doen. Had ik het moeten doen? Misschien wel, ja. Toen die Giant Skeleton, maar gebruikte hem gewoon niet. Wat een speler is dit ook wel, hoor. Oei. Maar we zijn gewoon weer terug bij af. Gewoon weer 2 potjes winnen. En we hebben hem toch. Warra. Giant Graveyard. Kom maar met je Giant Graveyard. Ik weet natuurlijk niet of het zeker of het Giant Graveyard is. Maar ik zie zijn badges. Golem weer op het hoekje. We kunnen snel achterkomen of het Giant Graveyard is. Maar hij wacht wel lang. Dat is wel een teken. Nedo is vaak geen Giant Graveyard. Gelijk een 800 damage lead. Snel cyclen naar een Mighty Miner. Ja. Is het dan E-Giant? Nee, denk het niet. Laat ik gewoon allemaal helemaal gaan. Volgens mij als die kennenkaart is uit range van de dart komen, ja. Dus dat is mooi. Ik ga niet preloggen, ook al zou die zomaar iets kunnen droppen dat ik zou willen preloggen. Doe ik niet. Droppen we dit. Heeft hij nu geen... Hij heeft barbell natuurlijk. Het is Golem. Kijk eens aan. Moeten we daar nu pas achter komen. Het is natuurlijk Golem. Oké. Even kijken. Hij kan nu met zijn Golden Knight komen. Nee, doet hij niet. Oké. Dan doen we de Dark Golden even helemaal in de back. Niet te dicht op de Mighty Miner wil ik hem al gelijk hebben. Dan wacht ik heel even mijn barrel. Doe ik die nu. Wacht ik eerst even op zijn ability. Ja. Oké, die is neer.
Dan moet ik dit even loggen en dan is dit allemaal geparkeerd. Hopelijk is die kennenkaart geparkeerd met een log. Top. Oké. Rustig. Doen we Dart Goblin in de deck. Moeten die damage... Kijk, hij heeft barbell en psycho. Oké, dus hij zal wel barbellen. Dus ik ga niet een Ice Spirit voor de Dart Goblin doen om de baby draak te beschermen. En hij gooit een golem in de bek en negeert. Oké, dat betekent dat we wel een goede leiding nu genomen hebben. En hij heeft niet heel veel meer elixir. Jullie zagen wanneer ik kwam met die golem in de bek. Het is alleen nu heel lastig dat we geen Dark Goblin in cycle hebben voor de DPS. Die golem eventjes stilstaat. We moeten ook een goede rocket gaan gooien. We hebben een nieuwe golem. We hebben een nieuwe kanon, wat heel chill is. Dit even helemaal in de bek. Ja, ik denk dat gaat inderdaad voor deze... 3 babydraakhitjes. Oké. Logie. Oh, nee. Bartje bijna in de weg. Hoppatee. Oeh, Dark Goblin beschermd. Dark Goblin beschermd is heel lekker. Het is jammer dat we same lane pushen. Dat is heel jammer. Oh, dat is wel heel chill dat die babydraak ervoor geramd wordt. Dat is wel weer heel fijn. Doen we dit. Doen we dit in de back. Oh, dit hoog. Met dit. Met gelijk dit. Als hij nu lightning, dan heeft hij nu niks voor mijn barrel. Dus hij mag niet lightningen. Dus niet. Dat mag hij niet doen. Dat mag hij wel doen van mij. Maar dan is hij de lul. Even kijken of we in ieder geval 1 Dark Goblin in leven kunnen houden. Ja, dat kunnen we. Dan doen we dit puur om die Dark Goblin iets meer tijd te geven om die baby draak te hitten. Tenzij hij dit doet. Dan moeten we de Mighty Miner doen. Dan doen we deze helemaal het hoekje. Oké. Als we deze hitten, dan zijn we binnen. Hebben we gewonnen. Oké, nu hebben we verloren. Wat de hel is die... Wat de hel deed die Golden Knight? Waarom is dit zo'n kaart? Waarom bestaat deze kaart? Waarom bestaat die Golden Knight? Waarom hit die naar alles? Waarom probeer ik nu te rocketen? Als we die rocket hadden geraakt, was het zoveel beter afgelopen. Maar met een mis rocket is het leven ook allemaal wel een beetje moeilijker. Peertje 2600. Nou, dan doen we gewoon even een laatste potje. Misschien morgen dus een nieuwe kans voor de top 10k. Oké, volgende potje helaas verloren. Ja, dat was, jullie kennen deze matchup. Was niet lekker. Dus ik wil eventjes dit potje eruit knippen. En gewoon nog even 1 potje proberen. Had ook arrows op de variant. Dus dat arrows barbell variant. Niet vuurbal barbell. Dat zal wel hier net wat chiller zijn. Maar dit was niet te doen. De top 10k helaas deze video niet bereikt. Maar misschien kunnen we alsnog wel even sterk eindigen. En het laatste potje doen. Jammer, want het eerste potje ging zo goed. En we hadden dat echt wel dat kunnen winnen. Dat potje voor de top 10k. Helaas is nu 3 op rij verloren. Komen we tegen deze guy dus. En gaan we nog even een laatste potje doen. En weet je, misschien winnen we deze, misschien verliezen we deze. Maar dan hebben we in ieder geval... Wow, oké, Avicii. Met enge badges. Oh boys. Oké, nou ja, het is duidelijk. Het is duidelijk dat we rond de top 10k zitten van de wereld. Dat is wel echt duidelijk in onze tegenstanders. We beginnen met de barrel en hij begint met een Nedo die goed gedropt is. Nee, niet goed gedropt. Dat keek toch niet geactiveerd. Dat is de reden ook dat ik hem op het hoekje doe. Nedo en Lumberjack, dat is dan... Golem waarschijnlijk. Of het is... Ballonvries. Golem, denk ik. Toch, mijn baby draak moet wel, ja. Moet wel stellen. Oké, nou, Barbaron Cycle. Even kijken of we hem kunnen triggeren. Maar ik wil heel veel wachten eerst. Even kijken wat hij gaat doen. Oké, Boder. Dan is het waarschijnlijk Ballonvries. Dan heeft hij alsnog een barbel volgens mij, een Ballonvries. Ja. Oké, dit is de ballon placement. Hij kan die ballon andere lane doen, maar dan doen we een Dark Goblin en Ice Spirit hoog. En ik denk niet dat hij dan het kan stoppen. In principe is dit niet zo'n hele moeilijke... Of nou ja, kan stoppen dat hij... Ik denk niet dat die ballon dan hit. Het is in principe niet een hele, hele onmogelijke matchup verder. Maar het is gewoon niet zo'n heel leuk deck. Oké, nou, Kickdoor geactiveerd. Waarom drop ik dat ook daar? Misschien gaat die Lumberjack het nog stoppen. Ja, die Lumberjack stopt het nog. Supermooie Nederlander.
Oké, doen we de Mighty Miner. Doen we dit erachter voor extra damage. En hij kan nu toch niet nedoen. Want die heeft hij net gebruikt. En anders, ja, goed dat we die extra damage doen trouwens. Oké, komt die bowler, komen wij kanon. En dan gaat hij misschien ballon andere lane. Hebben wij Dark Goblin en Ice Spirit. Oké. Voor nu zitten we safe. Droppen we de kanon op 10. Ja. Gaat die andere lane met de ballon? Oké, ik zou heel graag willen rocketen, maar lijkt me niet het slimste plan. Dart Goblin in de back op 10. Hij heeft nu wel Nedo in cycle, dat maakt het heel vervelend. Gaat die ballon? Ja. Oké, dat was heel lekker gestopt. 2900 zat ik zo heel lekker daar op dat ding. Hij heeft nu geen Inferno Draak in cycle. Maar ik ga toch met kanon verdedigen. Hij heeft nu alles in cycle. Nee, wacht. Gaat waarschijnlijk nederen, ja. Nu draak neer, top. Dort komt op een rare plek, zodat het moeilijk is voor hem om te... Nee, maar nu ben ik wel een beetje bang. Deze push gaat eng worden. Deze push gaat heel eng worden. Laten we toch eventjes dit gooien. Goede kanon placement. Deze in het hoekje. Voor de vries. Ja. Oh, geen hitje. Zo, dat is gunstig. Oh, barbel had ik. Beetje bang maken. Beetje bang maken met die Mighty Miner misschien. Oké, we maken hem nu niet bang. Hij is... Hij let op. Oké, die kanon placement was trouwens heel eng. Ik ga gewoon rocketen schijt. Hoe ga je dit nu... Oké, dan vries je dat. Prima. Pak je waarschijnlijk één hit. Nee, pak niet eens een hit. Oké, goede vries man. Goede vries dan. Hit. Oké, nog niet genoeg. Dus Dart Goblin 1 step doet, is het klaar. Hij geeft op. Let's go. Oké, winnen we het laatste potje wel tegen een deck die ik niet leuk vind om tegen te spelen. Dus dat is dan wel weer goed. En dat is dan wel weer lekker. Gaan we even kijken naar zijn PR. Want volgens mij had deze guy hele hoge badges. Het is eigenlijk best wel een makkelijke matchup als je heel geconcentreerd speelt. Nou, de hele video speelden wij heel geconcentreerd. Deze guy heeft heel veel badges. Niet per se een heel hoog PR, maar heel veel badges. Jongens, ik hoop dat jullie het video maar even kijken. Eindigen we op 6682. Ik zie jullie de volgende video en tot dan eens.